Hi allemaal, ik ben Jelin en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. En ik zeg jullie iedere keer weer, maar deze keer gaan we allemaal naar Wonderland at the Zoo by night. Hele mond vol, maar dat maakt niet uit, want vandaag is Sima bij ons en ze gaat ons daar alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Sima. Hi Jelena, dankjewel voor de uitnodiging om hier te zitten. Gezellig samen. Ja, ik wilde je nog vragen hoe het gaat, maar de hele feedback is het gaat goed. Je bent in de running en je bent bezig. Wonderland at the Zoo by night. What is that? Tell me. Because het klinkt exciting. Ik heb al gezegd, iedereen moet erbij zijn, maar we gaan de emphasis erop zetten. Oké, je hoort het al. Wonderland at the Zoo by night. Je hoort Wonderland at the Zoo by night. Drie dingetjes. Oké. We beginnen met at the Zoo. At the Zoo is daar bij de dierentuin. De dierentuin die heeft ons hulp nodig. En we kijken wat we kunnen doen. Maar we gaan niet alleen de dierentuin hulp geven, maar we gaan ook een family event van maken. Gezellig samen met de familie na de dierentuin. Heb je twee vliegen in één klap. Eén. Je gaat gezellig met je familie uit. Mama, papa, kindjes, opa, oma, iedereen. Met je vrienden of alleen. Want dan ga je familie daar ontmoeten. Toch? Want in Suriname zijn gewoon one big happy family. Toch? Dus het maakt niet uit. Het is voor een ieder. Het is at the zoo. Het is by night. Je hoort het al. 'S avonds. Een event 's avonds in de zoo. Als je dat zou doen, gewoon op een normale manier, of je ooit daar bent gegaan in de avonduren? Ik weet niet als je daar moet gaan in de avonduren. Pikkendonker. Hij is pikkendonker. Maar de zoo leent zich perfect ervoor om zo'n event, een Wonderland event, daar te creëren. Want we hebben heel veel bomen. Dus wat gaan we doen? We gaan de zoo omtoveren. Tot een sprookjesbos, een Wonderland. Something new in Suriname. Something new voor de Surinaamse gemeenschap. Het is niet nieuw in de wereld. Want overal, internationaal, is Zoo by Night een normaal ding. Alle dierentuinen in de wereld hebben het Zoo by Night. Wat het ook manier is om geld binnen te vergaren. En het is echt leuk in het buitenland. Weet je wel, dan heb je die hot chocolate kramen. Ik zeg aan iedereen, wie gaat die hot chocolate verkopen? Want ik wil die hot chocolate ruiken. I love hot chocolate. But there is nobody else with hot chocolate thing yet. Nee, misschien dat mensen het nog horen. Oké, Wonderland wordt misschien hebben wij geen hot chocolate nodig. Misschien moeten we iemand hebben die verfrissende drank. Want het is warm bij ons. Ja, maar in de avonduren is die hot chocolate toch wel op zijn plek, hè? Of niet? Nee. En dan zit je lekker gezellig om naar een movie te kijken. Want we hebben ook een movie night elke avond. Nee, dan moeten we wel iets hebben ervoor. Ja, toch? Dat is die hot chocolate. En die popcorn. En die suikerspin. Ja, of poffertjes. Of poffertjes of een barbecue. Yes. Oh, wacht even, Jamaican. Jerk chicken. Hij is er. Dus er gaat heel veel lekker zijn. Er gaat ook een cocktailbar zijn. En ook voor de kindjes die. Die mocktails. Mocktails. Oh, ja. Echt heel mooi in elkaar gezet en zo. Dus dat alles zal er zijn in de tuin. En nog veel, veel meer. We hebben elke avond de zoo lightning. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Zoo lightning, je hoort het al. Licht in de zoo, in de nacht. In de nacht gaan we de lichten aandoen. Dus wanneer het schemer donker begint te worden, dan komen we allemaal naar voren. En dan gaan we lekker gezellig samen zijn. Samen zingen, aftellen op een gegeven moment. 3, 2, 1 en dan bam! Alle lichten aan. En natuurlijk is er iemand moet het knopje drukken elke avond. We hebben gedacht om de hoofdsponsors die we zullen hebben. Op dit moment hebben we maar één. Dus er is ruimte voor meer sponsoring, mensen. Oké. Ja, dan hebben we voor 3 dagen iemand. Anders moet dezezelfde meneer elke avond komen drukken. Nee, gaat moe worden. We hebben meer sponsors nodig. Het is een hele happening. Hè? Je kan je voorstellen. En op dat moment, dan met het druk op de knop, dan gaat de zoo aan. Dan gaan de lichten aan. Kan je je voorstellen? Zie je het voor je? Pap, 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 pap. En alles verandert in een andere wereld. En dan hebben we dus licht, vuurwerk met lichtflitsen. Geen knallende vuurwerk, want dat mag niet.
We mogen geen lawaai hebben. We mogen geen disco-muziek. We mogen geen biggie poko. Geen rockmuziek. Geen rockmuziek. Nee, dat mag ook niet. Toch? Dus het moet nice sprookjes. En dat is wat we ook gaan brengen. Mm-hmm. Je komt in een andere mood. Want als je al aankomt, is de ingang helemaal veranderd. Jullie zijn bezig. Ja, we zijn bezig. Ja. De hele ingang. We zijn nu al bezig om die tuin om te toveren. Mm-hmm. Als je ons de updates volgt, dan zie je ook wel dat alles verandert. Mm-hmm. En voorgevel, ingang is ook al. Jullie zijn bezig. Maar jullie kunnen het niet alleen, want daarvoor ben je eigenlijk ook hier. Want het is een prachtig evenement waar groot en klein aan mee kan doen. Maar jullie doen het voor Suriname, jullie doen het voor de dieren in de zoo, voor het voortbestaan van de zoo. Dus iedereen die nu kijkt en hoort, en we hebben jullie hulp gewoon nodig. Want nu ben ik ook plotseling deel van het team, hè? We hebben jullie hulp nodig. Dus hoe kunnen we helpen? Want in mijn hoofd denk ik als eerst, iedereen moet komen. Iedereen moet komen. We moeten kaartjes kopen. De kaartjes zijn cheap. Oké, dus hoeveel kost de kaart? Hoe moet ik het zeggen? Het is echt cheap. Nee, maar het is gewoon de normale toegangskaart van de dierentuin. En dat is 10 SND? 60 SND voor de kinderen. En 100. De normale toegangskaart wat je nu betaalt, mm-hmm, betaal je ook voor die 3 dagen, mm-hmm, voor Zoo by Night. Voor het heel ding wat ik vertel. De hele omtovering. Het is voor Suriname, door Surinamers, voor Suriname. Nou, oké. 60 SND voor de kindjes. 60 SND voor de kindjes. Het is van 3 tot 11 jaar. 0 mm-hmm tot 3 betaal je niet. Mm-hmm. En 3 tot 11 jaar is het 60 SND en 100 SND voor volwassenen. Dus vanaf 12 jaar. En dan hebben ze nog een groepskaart. Zo, we kunnen met de gang komen. 4 personen voor 3. 300 maar. Ja. Nee. Dus je komt op 75 SND per persoon. Geen geld. Is geen geld voor zo'n event. Weet je wat je zou moeten betalen? Sowieso zou het beginnen met je reis te plannen. Mm. Dus je zou een ticket moeten kopen, hotelkosten. Gaan we verder? Nee. Gaan we verder in de US dollars? Of gaan we in de US dollars? Nee, we gaan niet. We blijven hier. We hebben hier, want hier hebben we het geld nodig. Maar als ze dat in US dollar willen betalen voor de zoo, dan mag dat ook. Natuurlijk. Dan staan we daar ook voor open. Altijd. Oké, maar de belangrijkste vraag, wanneer is het? Want ik kan nu al mijn kaartjes reserveren, maar wanneer moet ik precies daar zijn? Je mag niet reserveren, je moet naar de zoo gaan. De zoo is 7 dagen in de week open. Mm-hmm. De kaarten zijn al te koop. Het event is op vrijdag 25 oktober, zaterdag 26 oktober en zondag 27 oktober. We starten om 5 uur en we eindigen om 9 uur. En de deuren gaan om 4 uur open. Nee, spannend. Spannend. Maar koop je kaart op tijd, want het is al storm voor de kaarten. Mm-hmm. En de mensen die iets willen verkopen in de zoo, die mogen zich ook aanmelden natuurlijk. Wat is het nummer waarop ze jullie kunnen bereiken? Dat is 855-4292. 855-42-92. Je kan ook een appje sturen. Het is niet duur. Je kan werken met een tafel. Je kan werken met een boot. Je kan werken met grotere boot. Het was heel flexibel en alles. En, maar, er is wel een maar. Zowaar, je moet je houden aan ons thema. Ons thema is Wonderland. Dus aan de hand van wat je verkoopt of wat je doet, maak je eigen decor. Juist. Okay. En maak zoveel mogelijk mascottes. Want als je buurman het heeft die het verkoopt, die spullenverkoop heeft, dan gaan alle kinderen naar daar rennen en niet naar jou komen. Want jij hebt niets om foto te maken of vast te houden. Je weet hoe kinderen die zijn. Niet alleen kinderen, ik ben ook een kind. En ik ben ook een kind, altijd een kind van mijn moeder geweest. En ik zal het altijd blijven. Mm. Dus, nee. Dus ik vind het ook leuk om ballonnen en de, nou, de zoo gaat echt. Elke dag is het anders. Want movie night, 3 nachten, iets anders. Zoo Lightning, elke avond anders. Ik ben verkocht. Ik zou nog uren hierover door willen gaan. Maar we houden die mensen in de spanning, want ze moeten die kaarten gaan beginnen te kopen. En zichzelf aanmelden. Misschien wil iemand die cake bakt, taartjes. Wat ja, maar iedereen is gewoon welkom. Die mensen die knutselen zijn ook welkom. En het is niet alleen maar komen spelen en dat soort dingetjes. Het is educatief. We hebben het NNC daar. We zijn bezig met andere gesprekken ook nog. Mm. En het NNC komt voorlichting geven op een heel leuke, inventieve manier. Met Rad van Fortuin en mandjes, boodschappen doen en allerlei dingetjes. Allerlei spelletjes dat jij niet eens door zal hebben. Dat je bezig bent te leren. Juist. Nee. Sima, je gaat moeten stoppen. Die mensen gaan nu gewoon moeten komen. Ik wil je bedanken voor het komen. En ik kan je nu al zeggen dat het een succesvolle 3 dagen zullen zijn.
Ik ga je niet langer ophouden, want je hebt werk om te doen. Ja, het is heel erg druk. Het is heel erg druk. Dankjewel voor de uitnodiging dat we hier konden zijn. En dat jullie Wonderland, Etsu by Night ook willen promoten en erbij willen zijn. En natuurlijk zijn jullie welkom. Welkom met iedereen, hè? Iedereen! Ook ons band, hè? Ja, oh ja, de band. De band komt zeker. Oké, dat. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Jullie hebben het gehoord. Sima is hier vandaag en ze heeft ons verteld van Wonderland at the Zoo by Night. En we hebben jullie nodig. Jullie moeten allemaal jullie kaartje gaan halen. Want in het weekend van 25 oktober, 3 dagen lang, is er vanaf 5 uur tot 9 uur een geweldige experience in de Zoo. En jij hoort daarbij te zijn. En als je niet als bezoeker wil komen, maar je zegt je bent een vendor, je maakt heerlijke cookies, je kan super knutselen, je maakt de lekkerste barbecue of de cocktails. We zoeken ook naar iemand die chocolademelk kan maken. Want bij de film wil je echt wel wat hot choco drinken. Als jij dat bent, dan moet je gewoon nu appen naar het nummer en jou aanmelden. Want je kan een boot huren, een tafel, groot, klein. Er is voor iedereen wat op maat. Mm-hmm. Kom, participeer en help de Zoo redden. En zorg ervoor dat any other Surinamer die gaat komen een prachtige ervaring is. Of heeft, sorry. Ik ben helemaal van mijn apropos, because I'm so excited. En het is niet alleen voor de kinderen, het is voor young en oud. So just be there. It's gonna be amazing. En je gaat de dieren helpen, because we need them. And they need you. So, remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.